Ja? Ah, goedemiddag. Goedemiddag. Ben ik hier terug bij je huurbureau Cupido? Daar bent u inderdaad, ja. Neemt u plaats. Oh, fijn. Zo, waar kan ik u mee van dienst zijn? Nou, ik heb begrepen, u heeft een aantal jonge dames die bij uw bureau zijn ingeschreven. Ja, inderdaad. Wij hebben de namen van over de 300 dames en meisjes die een ideale partner zoeken. Oh, nou ja, eerlijk gezegd, het is niet voor mezelf. Het is namelijk voor een vriend van mij, die zit hier in de wachtkamer. Maar hij laat de keuze aan mij open. Nou, het lijkt me toch beter als uw vriend zelf even komt kijken welke vrouw het beste bij hem past. Nee. Hij laat het geheel aan mij over. Ik weet precies wat hij zoekt. We hebben trouwens dezelfde smaak ook. Oh. Het is een beetje ongebruikelijk. Ja. Maar ja, als u dat zo wenst. Waar gaat de keuze naar uit? Zwart, brunette, rood is dit, is blond. Blond. Ja, goed. Kijk eens. Dan gaat hij er zo even in. Ja. Zo. Oh, hallo, ik ben Marianne Gesteeg, 28 jaar, apothekersassistent. Zo, dat ziet er leuk uit. Gescheiden. Ook toch. En ik hou van voetballen. Ja, sportief. Ja, ziet er gezellig uit. Ik ben Monique van den Berg. Ja. Ik ben 24 jaar. Ik werk in een boutique en mijn hobby's zijn zwemmen en tennis. Ja, oh nee, dat lijkt me iets te langzaam. Ja? Ja, nee. Oh, nou, ja. Voldoende. Ik ben 23 jaar, ben huiselijk en gek op kinderen. Ja, het ziet er ook erg leuk uit. Erg leuk. Zeg, als ik vraag, maar hoeveel staan er eigenlijk op deze band? Eens even kijken. 48. Oh, nou geef het dus allemaal maar. Zeg u allemaal maar. Ja. Ik neem toch aan dat uw vriend maar één vrouw zoekt. Oh, dan kent u mijn vriend niet. Nee. Abdul! Kijk. Wat een warming.